Mijn droom is hier de benchmark voor de mousserende wijnen uit Nederland neer te zetten. Dus een mousserende wijn te creëren die in één adem genoemd kan worden met prosecco, cava, champagne, cremant. Daar moeten we alleen maar nog een geschikte naam voor vinden. Maar ik denk, over 5 jaar wordt in het Koningshuis alleen maar nog Nederlandse bubbels gedronken. Ik ben Sylvia Anthony. We zijn hier vandaag op bezoek in mijn wijngaard in Lelystad. Hier verbouw ik sinds 3 jaar druiven. Ik ben nu de stammen aan de plantpaal aan het vastmaken. En dat doen we zodat je stam zo recht mogelijk groeit. Als je lekker recht groeit, dan heb je minder kans op schade als je straks met de trekker doorheen rijdt. Ik heb ooit eens als journaliste in de wijn een artikel geschreven over wijn in de klimaatverandering. En tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat wij in een paar jaar tijd hier in Nederland hetzelfde klimaat hebben dat de Champagne nu heeft. Dus over een paar jaar hebben we hier het potentieel de duurste wijnen van de wereld te maken. En dat leek me een hele leuke uitdaging. Ik dacht van nou, dat is echt iets voor mij. Het zijn allemaal aparte rassen die niemand kent. Hibernal, Cal 604, nooit van gehoord. Maar het zijn wel rassen die speciaal ontwikkeld zijn voor ons klimaat. En die het bijzonder goed doen hier. En dat merken we ook, want aan het einde van het tweede seizoen hadden wij al een kleine oogst. En normaal zeg je dat druivenplanten minimaal 3 jaar nodig hebben om überhaupt fruit te hebben. Ik vond wijn eigenlijk altijd al lekker, maar het was niet zo dat ik als kind al dacht ik word ooit een winoloog. Dat is gewoon ruim 10 jaar geleden gewoon gebeurd, omdat ik Duits ben. En er mensen waren binnen de Nederlandse wijnwereld die het een goed idee vonden om een wijngids voor de Duitse markt te gaan ontwikkelen. En die zochten iemand die Duits spreekt. En zo kwam het dat ik ineens eigenlijk vanuit een marketingoogpunt me met het project Supermarktwijn heb bezig gehouden. En ineens daar verder in verdiept geraakt ben dan ik ooit had gedacht. Daarom sta ik ook in Duitsland niet bekend als Sylvia, maar onder mijn autorenpseudoniem Cordula Eis. Nou, deze. Die moet nu gebogen worden. Horen we een klein beetje knakken. Gaat die niet stuk dan? Nee, die gaat niet stuk. Het zijn zogenaamde groene breukjes. Dus ik knak alleen maar de buitenkant, maar niet helemaal erdoorheen. Dat betekent dat de sapstromen er nog steeds lekker doorheen kunnen. En nu maak ik hem hier vast aan de draad. En daar waar dan de oogjes zijn, komen straks de scheuten. Dus hier komen straks allemaal groene scheuten en daar groeien de druiven straks aan. Ik wil eigenlijk straks hier bubbels maken. Bubbels maken als symbool ook voor de zee, voor de onstuimige ruwe zee die hier vroeger was, die een plekje moet krijgen in dit verhaal. En de flessengeest die wij hier hebben verdreven komt terug en wordt proefbaar in het terroir van Flevoland.